Rover! Now, where can that dog be? Footsack! See ya! Footsack, Engelshorn! Mind your business! Waar blijf jij zo lang voor zoeken? Die bis is het gewag, een gewag, en toen maar jou en baas Gerrie zijn kost in die oond warm gezet. Soetjes nou, die mis is rust. Halima, hoe voelt zeg een mens hond in Engels? In Engels? Nee, Misoekie. Ek sal ek kan sê. Ek wil nie boentje sê nie, Galima. En ook nie pompoen. Ach, moet nou nie stout wees nie, Misoekie. As jy nie jou kos opiet nie, krijg jy nie boering. Nee, missies, de dochter is niet hier nie. Hij is kaap toe, missies, op holiday. Ik kan zelf niet zijn, nie, missies. Goed, missies. Wie was dit, Galima? Het is missies Verdier waar die dochter wel geet het, missies. En my dikteer, en jou vrou sê, dis examen. Het jy my groot kind? Ja, mama. Dis baie mooi. Mama, ek is lief vir mama. Sommer net so baie. En vir papa ook. En vir Rykie. En vir Gerra, en vir Koosie, en vir Galima ook. Nou maar asseblief, en dankie, Misoekie. Mama, sê asseblief vir my, hoe voed sette mense Engelse hond? Nou ja, ek... O, meisies, kyk net hier! O, Gerard het beklei. Ai, toch my kind, weet jy dan so verrinne weer? Wacht, laat ek sien daar die oog. Kom saam badkamer toe. Ek weet, jy en David weer beklei. Weet mama, laas het hulle ons beklei oor Rykie se kerel. Wacht nou met jou story, Soekie.
Gerard, wil jy nie maar vir mama sê nie? Dit is daar wie mama. Hy het gesê, sy ma sê papa het weggeloop. Vir altyd. Hy kom nie weer terug na ons toe nie. Toe sê ek is nie, en daar is ek is. Toe voetrek om... Mama, mama, Gerard vloek. Gerrie, my groot seun, jou papa sou trots op jou gewees het. Ek wens net hy was jou vertroue waardig. Wat is waardig, mama? Mama, hou nie aan. Dis mos nie waar nie, my mama. Soekie, gaan roep vir Rykie. Mama wil met julle praat. Rykie, kom gauw. Mama wil jou heen. Papa het ook weggeloop. Dawie het so gesê. En Gerard het gevloek. En mama het nie eens met hom geraas. Kinderkies. Ek weet nie eintlik hoe om vir julle te sê nie. Is dit van papa, mama? Gerard, wat Dawie vandag by die skool gesê het, is nie heeltemal waar nie. Maar daarom 'n bietjie waar. Kom papa dan glad nie weer terug nie, mama? Wag nou, Soekie. Toe papa nou die dag weg is, het hy vir my gesê, dis nie net vakantie nie. Hy gaan miskien weg van ons af, dis waar. Maar hy het nie weggeloop nie. Hy gaan ordentlik van my skei en het besluit om daarna liewers by 'n ander tannie te gaan bly. Maar hoekom dan, mama? Is papa dan nie meer lief vir ons nie? Hy is soekie, maar hy dink... Hy sal gelukkiger wees by die ander tannie. Hy is lief vir haar en sy vir hom. En hy dink... Ek kan dit nie glo nie, mama. Mama en papa geskei, dis so anders. Dinge is dikwels heel anders as wat 'n mens jou voorstel. Die lewe hou nie hier op nie, my kind. Al voel dit so. Dis 'n groot slag vir ons almal. Maar ons moet by mekaar staan. En julle moet my help. Ons moet ons trots behou. En nou, mama? En nou, my doggie, kom ouma by ons bly. Sy slaap in jou kamer en jy slaap by mama. O, die skande, mama. Die skande. Sal Andries jou nou nog vir sy nooi wil hê, Rykie? Soekie. Maar hy is die domiese kind, mama. En is dan nie sonde wat papa doen nie? Papa? 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 Die nare heks met haar rooi naels, o, dis vreeslik.
Stompie en Moesie. Papa is weg en kom nie weer nie. En allemaal huil en my kop is vol dinge. Mama sê, papa is nog ons papa en hy is seker nog lief vir ons. En Rykie sê, dis 'n heks. 'N heks met net sulke lange rooi naels wat vir papa gevat het. Harry, ik heb nou die dag een van jouw duif eiers gebreek. Voor mij part kan je maar alle duiven vat op. Om een naam ontwil. Amen. Nacht, mama. Nacht, Gerard. Nacht, my doggie. Lieve Jesus, stuur asseblief vir papa terug na ons toe. Hy is ons papa en moet by ons kom bly. Want mama huil, en Rykie huil, en Gerard huil, en ek voel ook na huil. En ek wil vir papa vra, hoe voortsek 'n mens se Engelse hond? Want niemand anders weet nie. Baie dankie, lieve Jesus. Amen. Die blom deurgesny is klein goed, dan lyk hy mos nou so, nee. Nou sê nou vir my, wat noem mens hierdie deel? Trudy, sê jy vir ons? Kelkblare, juffrou. Dis reg. Kelkblare. Nou kom ons skryf dit by. En nou, hierdie deel. Soekie. Ek praat mos met jou. Sit jy daar helder oor dag en slaap? Juffrou, haar pa is mos weg. Bly stil. Perina. Hey, my kind, dat daar nou so'n vreselike ding oor jou huis moet kom. Dit het ek nou nooit van Roelof kon dink nie. En wie is die meisie nou eindelijk? Sy werk hier op die dorp, moeder. Jonkerig hoor ek en glo baie aantrekkelijk.
Wil jij van mij zeggen, zij is nog hier zo? Verdachte meisjes heb ik meer schaamte niet. Maar moeder, zij moet toch eerst kennis geven. Zij kan ons niet zomaar weglopen, niet? Zij kan daarom goed met de andere vrouw zijn man weglopen. En Roelof, wat is zijn plannen nou? Hij is eerst in die kaap, moeder, bezig om dingen te oordink, maar ik denk dus zo dat ik hem kan dagbaar verlaten. Mijn kind, jij laat je man daarom te makkelijk na aan een vrouw gaan. Maar hoe kan ik getrouwd blijven met een man wat mij niet meer wil heen, nie? Moet ik hem dan dwingen om samen met een andere vrouw te leven? Ik kan daarom niet dat mijn kinderen zullen met reden schaam voor hun vader, niet. Hulle het klaar genoeg reden om schaam te wees. Daar kom jij nog voor hem op. Hij is mijn man. Die kinders vader. En ik heet hem nog lief. En alsjeblieft, moeder. Help mij om hulle te leer. Om hem niet te haat, nie. Niet slecht van hem te denken, nie. Een dag als hulle groot is, moet hulle maar zelf besluit wat is. Hij, mijn lieve oud dochterkie. Nou, die dag had ik nog strukjes in je haren gezet. Nou is je al 36. En ons praat door jouw echtscheiding. Ik bewonder jouw hartje rechtig. Ik zal voor jou bid. Voor jullie allemaal. Baie dank je, moeder. Marijna, hoe kom jij voor je vrouw van mijn pa? Ik heb gedacht, je vrouw zal niet met je raas als zij weet niet. Nou ja, mijn ma zei dus niets wat andere mensen hoeft te weten. Lekker kwaad voor jou, hoor jij? Ach, Suki, allemaal weet het al. Mijn ma zei, die hele dorp weet. En jij hoeft jou niet meer te verbieden, omdat jij een dokterse kind is niet. En ik weet toch waar zij blijft, in die hotel, Sue, en haar naam is Sonja. Suki, kom terug! Sonja Heks? Gerard, wat maak jij hier? Beloof eerst, je zal niet gaan zien. Nie. Op mijn eerige ware woord, ik zal niet. Alright. Ik was niet vandaag bij de school, nie. Hai, en wat zal mama zeggen? En jouw meneer? Mama denk ik is bij de school. En meneer denk ik is ziek. En als jij niet vertelt, nie, zal niemand weten, nie. Onthou, Soekie, jij het beloven.
Hallo, Rijkie. O, Andries. Gee, laat ik je boekzak dra. Het is niet nodig, nie, dankie. Wat is het, Rijkie? Jij is vandaag anders. Het ek dalk iets verkeerd gedoen? Nee, Andries. Ik kan het maar net zowel nou voor jou sê. Ons kan niet meer vrienden wees nie. Maar, het jy my dan niet meer lief nie, Rijkie? Liefde het niks hiermee te doen nie. Ek doen het om jou eie ontwil. Jy sal alles later verstaan. Middag, Andries. Ik zie auntie, en die dokter giet er zo'n minuut is. Zie jij je weg? Die dokter's business is niet voor jou op te discussen. Dat kan wel van je, mighty. Fijn goed. Ik wil die bruid weer zoeken, hoe jij? Ach, nee, Marina. Ik wil die bruid weer, want ik het gezond met rechte trouw speel. Jij kan niet die bruid weer niet. Wie gaan jou inbrengen? Je kan niet een pa niet. Maar ons speel moet een van jullie is, mijn pa. Nee, jong, jij kan niet, want ik niet rechte pa niet. Gaan die bruid wees. Nou ja, dan speel ik niet meer saam. Nou ja, dan zie ik ook niet meer mijn heel beste man. Mama? Ja, meiden? Maar Reiner sê, mens kan nie trouw as jy nie een pa het nie. Op die aarde as dochterkies van 7 daarmaal van trouw praat. Sê maar Reiner dit, my kind? Ja, mama. Sy sê, ek kan nie een bruid wees nie, want ek het nie een pa om my in te bring nie. Die inbring is die minste. Waterman sal toch ooit nou na my en Soekie kyk. Wat zal het toch nou weer wees? Moeilijke leeftijd, mijn kind. Zij het voor Andries afgesê. Davie sê so. En wie is Andries nou eindelijk? Andries en Rijkie was gekeis, oma. Toe is sy bang, hy sê haar af oor papa. Toe sê sy om eerste af. En wat gekeis nou eindelijk? Hulle was nu een kerel, oma. Soekie, my kind, gaan haal vir oma jou Bijbel en roep vir Rijkie dat ons een stukkie kan lees. Dis oor vandagse mense nie meer gereeld boeken vat nie. Daarom het daar allerhande ding oor hulle huise kom. Rijkie, jij moet kom, ons gaan Bijbel lees. Oma sê, het is oor ons nie genoeg Bijbel lees nie, dat al die dinge met ons gebeur. Galima? Dank je, my kind. Lees Psalm 23, oma. Want ek ken dit. Een psalm van David. Die Heere is my herder. Niks sal my ontbreek nie. Ja, Soekie?
Eer jouw vader en jouw moeder. Dis mooi. En verlede sonnagse teks? Ja, Marina? Jy mag nie doodslaan nie. Dis reg. En nou vandagse teks. Elsie? Jy mag nie egbreek nie. Juffrou, wat is egbreek? Sien, as twee mense trou, maak hulle sekere beloftes aan mekaar. As hulle daardie beloftes breek, noem ons dit egbreek. Hoe breek, juffrou? As hulle die beloftes nie... Gaan vra maar liewe vir julle mammies. Nee, Gerard, moe nie. My sondagskoene sal vouwe maak as ek hardloop en dan bars hulle. Soekie, kyk, dis oom Tom se kar. Gaan kyk jy of papa nie saamgekom het nie. Toe, dan kom sê jy vir my. Papa! Hallo meisie, kom geef oom Tom een lekker druk soen toe. Het oom vir papa huis toe gebring? Wel, nie vir hom nie, maar hy het vir julle presente gestuur. Is jy dan nie nieuwsgierig nie, Soekie? Ja, ouma, maar die graagste wou ek vir papa gehad het. Eers gaan uittrek voordat jy jou poppe thee gee, hoor. Ekskuus, oom Tom. Tom, sien hy ooit die meisie? Nee, Martha. Hulle het besluit om mekaar voorlopig nie te sien nie, sodat hulle helderheid kan kry. Ek kry Roelof bitter jammer. Hy is in 'n geweldige stryd. En daarby verlang hy baie. Veral na die kinders. Wie weet, miskien word hieruit nog iets goeds gebore. Dis maar skamele vertroosting. Watter ander man sal belangstel in 'n vrou? Met vier kinders. Danny, 17 jaar gelede het Roelof uw dochter voor mijn neus weggerap. Ek het nog niet vergeet nie. Die verlede is voorbij, Tom. Die toekomst is op die oomblik my grootste bekommernis. As ek jou in enige opzicht kan help, Martha, moet jy asseblief net sê. Wel, Tom. Moontlik kan jy my help om 'n werk te kry. As ek 'n bietjie wegkom van myself af, sal dit makliker wees om te vergeet. Ek sal dit baie graag vir jou doen, Martha. Jy moet net sê wanneer jy wil begin. Baie dankie, Tom. Mama? Ja, my ding? Wat is egbreek? En gaan mama nou met oom Tom trou?
Nee, meisje, ek wacht ons nog voor jou. Het jy dan al vergeet? Huh? Een echtbreek, lieve kind, is wat jouw vader bezig is om te doen. Het is een schande, zeg ik. Het is erger als die dood. Alsjeblieft, moeder. Alsjeblieft. Ik zeg voor jou, het is erger als die dood. Het is rechtige prachtige string perels wat papa voor jou gestuurd het. Ja, het is zeker die laatste geskenke wat ons van papa zal krijgen. Papa zal jullie nooit vergeten, nie, my kind. Jij moet niet hier die dingen so ter harte neem nie. Als papa weer voor ons geskenke stuur, mama, zal hij een ander vrouw zijn man wees. Mama, moet mama niet eens slag naar die haarkapper gaan en vir mama laat mooi maken, nie? My kind, ja, ik het nog nooit daaraan gedink, nie. Baie dankie dat jy vir mama gesê het. Ek is jammer, mama. Baie duidelik dat Gerrit Viljoen hierdie brief self geskryf het. Hy was een van die voorbeeldigste seuns, meneer, maar die laaste tyd... Ek sal sy moeder persoonlik gaan spreek. Ek verstaan sy werk nou in 'n kantoor. Ja, meneer, dis dalk die kind se hele moeilikheid. Sy huislike lewe is totaal ontwrig. Die kinders spot my. En ons verlang allemaal baie. Kom asseblief nou gauw huis toe, papa. Dan loop ons dadelijk als die school uitkom. Wacht voor mij hier, hoor. Galima, waar is oma? Die oomies is dus dorp toe, Misoekie. O. Well, I see.
Misuki. Wat zoek jij? Danny, waar is mama? Jouw mama is naar de haarkapper. Kan ik jou niet helpen, niet? Nee, Danny. Ik wil voor mama vrouw of ik samen met haar naar bioscoop te kan gaan. Het is van de heks. En dat is baie mooi. Ik zou voor jouw mama zien, je was hier, hoor. Dank je, Danny. Poeta, ik wil niet daar je persoonlijke Sonja geweten heen, nie. Die arme kinders. Hoe lijkt dit voor u, mevrouw? Dit zal zeker goed wees, dankie. Tot ziens, juffrouw. Baie dankie, tot ziens. Kan jy gaan? Oma is nie by die huis nie, en mama is nie by die werk nie. En dis alles net Sonja Hekse skuld. Toe maar soekie, moenie huil nie. Mevrouw Verlioen hier. Goedemorgen, mevrouw. Burger hier. Oeh, goedemorgen, meneer. Mevrouw, ik wil u graag dringend spreken omtrent Gerard. Gerard, meneer? Ja, mevrouw. Ik vrees hij geeft een beetje moeilijkheid die laatste tijd. U kan om 5:00 komen, meneer. Dank u, mevrouw. Tot ziens. Tot ziens. Kan ik nou maar gaan kijken of die bioscoop uit is? Ja, je kan maar lopen. Jij is al de hele dag verveeld. Dank je, oma. Een pakje door mekaar lekker zee. En een stuk drop. En 4 nikkebols. Dit zal 7 cent wees, alsjeblieft. Zet het alsjeblieft op mijn maalse rekening. Ons kan niet verminder als 10 cent opschrijven.
Dan zal ik een pakje jelly ook nemen. Van die roeis. Dank je, Tanny. Van mij kun je, dochterkie? Ja, oom. Als ik mag. En wat is jouw naam? Soekie, oom. Soekie Viljoen. Maar papa zei voor mij Soekie lief. Zeg maar zomaar om Jan, Sophie. Waar kom je dan? Ik kom van die Kaap af. Heeft oom mijn pa in die Kaap gezien? Nee, Sophie. Die Kaap is groot en als baie mensen. Is jouw pa dan niet nou bij de huis, nie? Nee, oom.
Een heks moest haar papa weggevat. Sonja heks, met haar lang rooi naals. Ek het gedacht, oom is ook een heks. Een man heks. Ek is jammer, Soekie. Die suiker is op. As ek weer kom, sal ek vir hom suiker bring, hoor. Wat soek oom nou? O, maar dis mooi. Ek kan hom maar vir jou vat. Baie dankie, oom Jan. As ek weer kom, sal ek vrou melk ook bring. Goed, Soekie. Maar jy moet vir niemand sê nie. Dit is ons twee se geheim. Nee, oom, ek sal nie. Want die geheim is vir my baie lekker. Wat hinder jou, my seun? Mama wil jou help, maar hoe kan ek as jy nie sê nie? Wat het jy die hele dag alleen daar by die rivier gedoen? Gerrie, ek het nie gesê nie. Op my eerige ware woord, ek het nie. Soekie, gaan dadelijk bed toe. Ek dacht jy slaap al lang al. Ek het vir mama iets kom sê. Ander dag, Harkie. Mama is nou bezig. Het is oor papa, mama. Die kinders spot my. Toe gaan ek nie meer skool toe nie. En die telefoonboek, so vol inkolle? Nee, mama. Het is my geheim. Het jy vir papa geskryf? Ja, mama, na oom Tom toe. Ek het sy adres in die boek gekry en vir papa geskryf, hy moet nou huis toe kom. Een mens kan nie sonder 'n pa groot word nie, mama. Jy is reg, my seun. Een mens kan nie sonder 'n pa groot word nie. En mama gaan ons nie met oom Tom trou nie, nee, mama? Nee, my seun, mama gaan nie met oom Tom trou nie. Nag, Gerard. Nag, mama. Moet ek het opskryf, Soekie? Ja, asseblief, Danny. My aarde, Soekie, so baie goed.
Weet jouw mama hiervan? Nee, oom. Het is dan een geheim. Ik heb het gekoop. Maar mama zou niet kwaad wezen. Oom heeft dan voor mij die ketankie gegeven. En ik drink moest ook van oomse koffie. Nou ja. Vandaag kan ik voor ons lekker koffie skinken. En wat kun je mij vandaag vertellen? Is je papa al eens gekomen? Nee, oom. Gerard heeft papa geschreven. Maar ik denk niet papa heeft die brief gekregen, nie, want hij is nog niet huis toegekomen. Is het ver van hier af Kaap toe als mens loop, oom? Wil jij dan ook Kaap toe loop? Ja, oom. Ik wil slag met papa gaan praten. Dan weet ik. Papa zal huis toe komen. Jij kan niet Kaap toe gaan, niet? Het is te ver en jij is te klein. Nou, wat kan ik dan doen om papa te laten huis toe komen, oom? Als ik geweten had, zou ik jou lang al gezegd hebben. Hai kind, als je zo met mij praat, zie ik mijn hele leven voor mij. Die kansen wat ik verbrouw heb. Ik heb niet eerst het dak over mijn kop niet. En mijn kinders kennen mij niet. Wat een gemors. Suki. Als ik iets van jou gevat heb en je wil het bij je graag terug hebben, wat zal jij doen? Ik zal het terugvatten. Maar zeg nou, ik hoor het zo goed vast of steek het weg dat je het niet kan krijgen. Wat dan? Ik zal voor oom vragen, groet alsjeblieft. Geef mij goed voor mij terug. Suki, je weet maar waar die tannie woon. Daar is tye in een mensenleven wanneer jy ding moet doen. En gauw ook. Anders is het te laat. Shakespeare het gesê. There is a tide in the affairs of men which taken at the flood leads on to fortune. Oom Jan, oom moet nie Engels praat nie. Ek kan moes nie verstaan nie. Jy moet nou loop, Suki. Ek hoop jou papa kom gauw-gauw terug. Baie dankie vir alles, kleintjie. Die saadjie wat ek geplant het, een mens weet nooit. Tot ziens, oom Jan, en baie dankie vir die lekker koffie. Gaan kijken of zij hier is. Kom samen met mij.
binnen. Middag, Sissie. Is dit Tani wat voor papa gevat heeft? Wat is jouw naam, Sissie? Mijn naam is Soekie Tani, Soekie Viljoen. Papa sê altijd voor mij Soekie lief. Kom binnen, Soekie. Sit so lank. Een roomijs en een kopje thee, alsjeblieft. Vertel mij van jouw soekie. Verlang jij baie naar jouw papi? Ja, Tani. Ons allemaal verlang baie. Papa weg is, het mama gaan werk en dis niks meer lekker bij ons huis nie. Gerard, my grootbroer, het gehuil en wou nie meer school toe gaan nie, want die kinders spot om. En Rykie het vir Andries afgesê oor papa, want hy is die dominee se seun. Tani, en ons was so bang mama trou met oom Tom. Dankie. Wil julle dan nie hê jou mommy moet weer trou nie? Nee, Tani. Wat sal papa dan sê as hy eendag huis toe kom? Jou papi verlang baie na julle ook, weet jy, Soekie? Het Tani dan vir papa gesien? Nee, Soekie. Hy het geskryf. Oh. Gerard het ook geskryf, maar papa het seker nie die brief gekry nie, want hy het nog nie huis toe gekom nie. Het Tani ook 'n papa en 'n mama? Ek het gehad, Soekie, maar ons albei dood. Oeh, dis nog niks. My ouma sê, wat papa gedoen het, is baie erger as die dood. Soekie, wat wil jy die graagste van alles hê? Die graagste van alles wil ek Kaap toe gaan om vir papa te gaan haal. Maar oom Jan sê ek kan nie. Ek is te klein. En nou, Soekie? Nou kom ek moes vir Tani vra, om vir papa te sê hy moet huis toe kom. Wat maak jy nou? Ek vra nou, groet asseblief, Tani. Jy moet nie so op jou knietjies voor my staan nie. En wat wil Tani die graagste van alles hê? Die graagste van alles wil ek 'n dogtertjie hê soos jy. Maar dit lyk vir my ek is nou in doodloopstraat. Wat 'n soort straat is dit, Tani? Ek sal vir jou papie alles skrywe wat jy vir my vertel het. Dan moet hy maar vir homself besluit. O, baie dankie, Tani. Dan sal papa kom, dit weet ek. Weet jou mami dat jy hier is? Nee, Tani, dit is net my geheim.
Soekie lief, ek en jou papa was baie selfsugtig. As jy eendag groot is, moenie te sleg van ons dink nie. Nee, Tannie. En baie dankie vir die lekker roomys. Tot ziens, Tannie. Tot ziens, Soekie. Geen wonder die rekening is so hoog nie. Hier is heel wat goed op wat ons nie gekoop het nie. Blikkiesmelk, brood, chili, en selfs lekkers. My aarde kind, wat winkels maak nie gewoonlik sulke foute nie. Sou iemand nie dalk op jou... Ek het goed gekoop, mama. Soekie. Vir oom Jan. En wie is oom Jan? Hy bly daar in die bos, mama. Hy sê hy is 'n boem. So iets van boem. 'N boemelaar? Ja, mama. Dis wat hy is. Aardiekie, wat nog? Maar Soekie, dis mos skelm. Ek wou vir mama gevra het, maar mama was by die werk. En toe mama by die huis kom, was mama besig. En later het ek vergeet. Ek het daarom ook van die koffie gedrink, mama. Was dit nou jou kastige geheim? Ach, ek het toch nog een geheim, wat ek vir niemand sal sê. Nee, kyk. Voordat hier nog geheime uitkom, gaan ek ophou met werk. Ek vrees ons raak heeltemal van mekaar vervreemd. Die geld wat jy uitgegee het vir jou, oom Jan... Mama kan dit maar van my sak geld aftrek. Beslis, juffroukie. En as dit weer gebeur, is daar moeilikheid. Ek sal dit nie weer doen nie, mama. Op my ere gewaar word ek sal nie. Mama? Ja. Kyk, dis nou nie die regte kapsel vir mama se hare. A
Alweer? My kind, dis dan maar weer een bolla. Ja, mama, maar dit is een Franse bolla. Mens noem dit een chignon. En wat is nou eigenlijk die verschil? Die een oma steek je met 3 haarnaalden vast en die andere 4. Ek is jammer, mama. Het is Betty wat gesê het, daar die Sonja vrouwmense so mooi. En mama se hare is so alledaags. Rykie. Doe maar, mama weet jy dit goed bedoel, Rykie. Rykie, ek weet toch iets van Andries? Ach, loop, Soekie. Is ja, Andries gaan jou vrou vir die tikkie aan. Jy jok. Davie sê so. Hy moet vir jou die brief bring. Daar's vir jou ding. Ons sal 'n nuwe rok moet maak. En wat van 'n nuwe haarstyl vir jou? Ja, Rykie, so een. Nee, Soekie, hierdie een is vir mama. Mens noem dit 'n chignon. Chignon? Signor. Ja, mama, en ek hoor sy sommer skielik weg by die hotel en uit die dorp uit. Ook hoogtyd. Wie, ouma? Klein dogtertjies moet gesien word. En nie gehoor word nie. Ag. Die heks, Soekie. Die heks met haar lang rooi naals. Is nie. Sy is nie een heks nie en haar naals is ook nie rooi nie. Hoe weet jy? Ek weet, want ek was baie jaar in die hotel. My geheim. Wil jy vir my sê dat jy by daardie tannie was? Ja, mama. Ek het vir haar gevra om vir papa terug te gee, want hy is mos ons papa. Heng, het jy regtig, Soekie? Maar sy het seker nog nie geskryf nie, want papa daar nog nie huis toe gekom nie. Of hoe, mama? Soekie, jy moet nou begin verstaan. Papa kom nie weer terug na ons toe nie. Martha, my kind, in die begin was my teleurstelling en Roelof so groot, dat het my verbitterd gemaakt. Ek het hom bijna gehaat vir die smart wat hy oor hier die huis gebring het. Maar waarin leid het ons? Ek het tot myself gekom, op my knieën gegaan. En alles in die handen van ons hemelse Vader gelaat. As daar enig iets aan hierdie saak gedoen kan word, is hy die enigste een wat het kan doen. Mama, moet nie weer huil nie. Ek het ook al vir liewe Jesus gebid. Ek weet papa sal terugkom. Soekie lief. Hoe skaam maak jy nou vir mama? Mama het ook al gebid. Baie gebid. Maar jy het gebid en ook iets gaan doen daaromtrent. Baie dankie, my kind. Kom saam met my, Soekie. Rykie, huile ouma dan ook? Hou mens dan nooit op met haar nie? O, maar dis mooi. Dis jou nou, Soekie, vir altyd. Baie dankie dat jy na die tannie toe gegaan het. Baie, baie dankie, hoor. Jy moet nie die skou eet nie, jy sal wit seer keel kry.
My pa sê dis sommer nonsens. Wat weet jy? Jou pa is so lank al weg. Marina, kyk. Dit lyk nes papa. Papa. Dat is niet een droom nie. Papa het huis toe gekom. Voor altijd, papa? Ja, Soekie lief. Voor altijd. Kom, ons gaan huis toe. Mama wacht voor ons. Een mens is maar zeker. Go away. Go away. Go away, jouw lelijke Engelse hond. Go away.